Hoewel het weer zich er nu niet... op. Hey allemaal, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. De video van vandaag gaat over een heel actueel en een beetje vervelend onderwerp, namelijk verharen. Want in tegenstelling tot wat sommige mensen denken, veroorzaakt niet de temperatuur verharen, maar het daglicht. En omdat we natuurlijk alweer bijna in maart zitten, is het alweer veel langer licht, wat echt heel fijn is. Maar hoe eerder het licht is, zeg maar, hoe later het donker, of hoe later het 's avonds donker wordt, hoe eerder de paarden gaan verharen. Want ja, dat heeft alles te maken met de hoeveelheid daglicht die ze zien. Dus, oftewel, we zitten midden in de verhaarperiode. En ik heb vandaag even, mag ik even Serena lenen, want Serena die verhaart echt heel erg. Die had echt een lekker dik wol witte vachtje. Dus ik ga vandaag samen met Serena uittesten welke borstels, welke tools zeg maar nou het beste werken als je paard verhaart. Dus zullen we het maar proberen, Serena? Kijken of jij een beetje van die kriebels af kunnen helpen. Nou, het allerbekendste zijn natuurlijk de rosborstel en de roskam. En ja, dit werkt eigenlijk wel gewoon prima, maar ja, jullie weten vast wel wat ik bedoel als ik zeg hoe zwaar dit kan zijn. Want de tanden van de rosborstel zijn niet heel diep, dus je bent echt uren aan het draaien in je arm en alsnog gaan nog lang niet al je haren erin. Dus ja, er zijn echt makkelijkere manieren dan zo'n rosborstel en zo'n roskam. Laten we eerst even een klein stukje met de rosborstel doen, de roskam, hoe heet dat ding? Oh, kriebels. Je ziet ook aan Serena dat ze het wel echt fijn vindt, want die losse haren die kriebelen natuurlijk ook gewoon. Ja, lekker hè. Nou, op zich werkt zo'n borstel natuurlijk prima, maar je komt niet heel dicht diep in de vacht, zeg maar. Dus die lagere gelegen haren, want Serena heeft echt een dikke vacht, kom je niet zo goed bij. En je bent echt uren zo aan het draaien. Ja, hè? Dus we gaan even wat anders proberen. Deze hebben jullie echt al veel vaker gezien in mijn video's, die Lemieux poetshandschoenen. Maar wederom pak ik ze weer bij, want ze zijn echt handig. En ook voor het verharen. En het voordeel is dat je natuurlijk je vingers helemaal individueel kan bewegen. Dat je overal goed bij kan. En het is ook fijn voor de gevoeligere plekjes, zoals haar hoofd en haar benen. Dat is natuurlijk wat dun. En ja, dan kan je hier wat zachter werken, maar toch heel effectief. Kijk, ik kan bijvoorbeeld nu echt zo mijn vingers erin zetten. Waardoor je echt goed op die huid kan. Zonder heel hard te moeten werken. Oh, is het lekker, Serena? Schatje. Dit is ook een poepje. Oeh, lekker. Heb je zoveel kriebels? Ja, hè? En nog een voordeel van de poetshandschoenen, want waar je je roskam soms wel uren staat te plukken, doe je nu even hap hap en het ergste is al weg. Dus dat is wel echt een voordeel. En nog even een andere tip waar ik zelf eigenlijk niet aan heb gedacht. Doe gladde kleding aan of doe een regenponcho aan, want dit, dan krijg je er niet meer af. Dan moet echt jezelf nog een keer borstelen. Eigenlijk is het... Zeg maar het proces van verharen van je paard is zeg maar dat hij gewoon zijn haar verplaatst naar jou. Dat is eigenlijk gewoon het hele verharen volgens mij. Dat is een complot van jullie, hè? Ah, fijn. Ik ben nou toch al vies. We gaan verder met de volgende. En zo, de volgende die we gaan uitproberen is deze haarverwijderaar. En dit is eigenlijk een soort kam met ijzeren tanden en dit schijnt vet goed te werken. En je hebt hem trouwens in twee maten. Wat kleiner en wat groter, dus dan kan je nog kiezen zeg maar voor de vorm van je pony. Of als je bijvoorbeeld ook voor je hond wil gebruiken, dat kan ook, dan is een kleine misschien wat handiger. Dus de haarverwijderaar belooft de haren niet af te breken, maar echt alleen te verwijderen. Dus dan gaan we nu deze even uitproberen. Met zo'n haarverwijderaar moet je natuurlijk niet op het hoofd of op de benen van je pony, want dit is echt ijzer, dat is wel even te scherp. Maar voor de grote delen, hals, de buik, de kont zeg maar, dat kan allemaal wel. Dit poetst wel gelijk heel anders natuurlijk dan zo'n massageborstel, want ja, je moet echt gewoon een beetje kammen. Maar volgens mij vindt ze deze ook wel aangenaam. Vind je dit wel fijn? Ja?
Het voordeel is wel dat niet alle haren alle kanten opvliegen. Want met zo'n massageborstel doe je natuurlijk grote bewegingen en dan vliegt alles om je heen. En dit blijft redelijk liggen. Dat kan je dan voorzichtig zo eraf vegen. En je kan het ook weer heel makkelijk zo uit de tanden van de kam halen. Valt me alles mee. Nou, werkt wel goed. En er gaan ook wel echt lange haren uit. Dus het is niet dat het inderdaad afbreekt. Maar ik heb het idee dat dit wel echt heel effectief werkt. Komt ook iets minder op mijzelf terecht. Dat is ook wel fijn. Natuurlijk wel uitkijken dat je je manen niet meepakt. Want ik denk dat je dan zo een bos manen eruit trekt. Maar zo op die grotere delen waar echt dikke haren zitten, werkt het echt goed. En het volgende dat we gaan proberen is een zweetmes. Je kan zo'n rubberen gebruiken. Ik heb zo'n ijzeren, want die heeft van die tandjes, zeg maar. Dit schijnt ook goed te werken, dus die gaan we nu even proberen. En ook wederom, dit is natuurlijk ijzer, dus pas op met de benen en de hoofd. Doe dat maar niet, maar voor de grote vlakken weer gaan we deze nu proberen. Ik merk wel al dat het iets minder goed werkt dan die ik net had, die haarverwijderaar. Maar het voordeel natuurlijk van een zweetmes is dat eigenlijk iedereen dat wel in huis heeft. Dus het werkt wel. Maar het kost wel iets meer moeite nog. En de haren blijven natuurlijk niet echt aan plakken, want die tanden zijn niet heel grof. En als volgende, die de meesten denk ik ook wel kennen, zo'n poetsblok. En die kan ook goed de haren verwijderen, dus we gaan even het poetsblok gebruiken. Ja. We hebben nog een koekje. Nou, met de enthousiasme is er één. Met het poetsblok kan je natuurlijk niet hele grote, of hoe noem je dat, grote oppervlaktes tegelijk bewerken. Maar het werkt wel, vooral voor de oppervlakkige haren, die gaan er goed af. Maar als je zo'n pony zoals Serena hebt met echt zo'n dikke vacht waar haar haren ook helemaal echt op de huid zitten, dan vind ik dit wel minder effectief. Dit is handig als je gewoon echt van, ja wat ik zeg, die oppervlakkige losse haren, zeg maar. Dan poets je ze mooi af, maar bij Serena gaat het allemaal dieper, hè? Ja. Alhoewel, dit haal ik er zo af. Oh, Serena, wat een haar. Noe, kijk dan. Die haren allemaal. Oh, ik ben nog niet eens klaar. Ik heb namelijk als volgende deze metalen roskam. En deze heeft allemaal rondjes zoals je ziet. Dus daar pak je vet veel plekken tegelijk mee. De koeien slaan hier op hol. Ik weet niet wat er allemaal aan de hand is. Ik denk... Nou, ik hoop dat jullie mij horen. Want het schiet niet op. Maar het voordeel van zo'n metalen roskam is dat hij allemaal rondjes heeft. Dus je pakt best wel veel oppervlaktes. Alleen ook dit is weer best wel hard, dus kijk uit met de benen en zo. Dat zou ik niet aanraden, het hoofd niet, maar het lichaam wel. Dus ik merk dat deze kam wel echt een beetje moeite heeft met haar dikke vacht. En ik durf ook niet te hard te duwen, omdat het best wel scherp en hard is, zeg maar. Dus ik weet niet of ik dit voor Serena nou heel... Heb je jeuk ergens? Waar? Hier? Hier? Waar heb jij ook iets? Het is echt bizar hoeveel haar zij loslaat. Hè, pony? You're so hairy. Harry Potter. Je kunt deze roskam trouwens ook vet goed gebruiken aan de binnenkant van je dekjes of je dekens. Als er heel veel haar in zit, dan kan je hem hiermee heel goed losmaken. Dus dat is ook wel een tip voor deze periode. Want al je dekjes zitten natuurlijk waarschijnlijk ook onder het haar. Ik heb ook nog de Magic Brush. Die kennen de meesten denk ik ook wel. En het voordeel is van dat het zijn plastic haren die heel dicht op elkaar zitten. En die best wel goed bewegen. Dus je kan best wel diep in de vacht komen en veel haar meenemen. Alleen het nadeel, omdat ze zo dicht op elkaar zitten, is dat de haren er heel snel in gaan zitten. En ze er best wel lastig uit te krijgen zijn, vind ik altijd. Maar het werkt wel heel goed. Dit is echt zo'n multifunctioneel ding. Maar kijk, dit bedoel ik. Dan zitten al die haren er helemaal op.
Ja, dan kan je natuurlijk niet meer verder borstelen, want dan blokkeert hij het hele effect. Dus ja. Kijk, en dan komt deze alweer handig, want daar kan je ook mee je borstels goed mee schoonmaken. Ook je harde borstels, zachte borstels, die kan je heel goed ontharen met deze. Zie je, dat gaat alweer wat beter. Het weer zich er nu niet echt voor leent, is echt een hele goede tip om je paard nat te maken. Afspoelen of wassen. Want als de vacht nat is, laten al die losse haren vet makkelijk los. Dus dat is eigenlijk ook altijd wel fijn. Dan heb je wel van die natte losse haren die je dan moet vijden. Maar ja, misschien volgende week als het weer even wat warmer is, dan kan je dat uitproberen. En wat ook goed helpt is je paard gewoon veel beweging geven. En dan hoef je hem echt niet 4 uur per dag te rijden, maar ook gewoon lekker wandelen. Of zorgen dat hij buiten in het land of in de paddock veel kan lopen. Want beweging zorgt ervoor dat, dat je die haren loslaat, dat die vacht loskomt. Dus dat is ook een goede tip. En verder ja, gewoon poetsen, borstelen, even doorbijten. En voor je het weet is het weer lente. Bonus tip. Een scheuntje lijnzetolie, die kan je in klein en groot krijgen, zeg maar. Dat zorgt ervoor dat de vacht mooi gaat glanzen. En ja, als straks het zomervachtje naar voren komt, als je eindelijk door die hele berg haren heen hebt gewerkt, er zit echt wel een zomervacht onder. Hou op, jongens. Dan komt er een mooi glanzend vachtje tevoorschijn, want de lijnzetolie heeft verzorgende eigenschappen die, zeg maar, ja, zorgen we uiteindelijk voor een mooie glanzende vacht. Dus nog even een laatste tip. Dan gaan we toe naar de conclusie van dit verharen-experiment. Ik ben het meest tevreden over deze haarverwijder. Ik merkte echt dat het vet snel ging, haalde vet veel haren ervan af. En toch weer die poetshandschoenen voor vooral het hoofd en de benen en ook wel de vacht. Ja, blijf erbij. Ik vind die echt handig werken. De andere opties werkt ook goed, zoals de Magic Brush of gewoon een roskam, een zweetmes. En het voordeel daarvan is natuurlijk dat je dat meestal in huis hebt. Maar ja, ik merkte toch echt dat hij 10 keer sneller mee ging. Dus ja, dat is mijn eerste conclusie. Ik ben hier het meest blij mee. Conclusie 2. Ja, ik had toch iets anders aan moeten trekken. Ik bedoel, ik denk dat dit gewoon de nieuwe fashion maakt. Dan hebben we het nergens meer over. Maar ik had een blauwe vervolgen aan. En conclusie 3. Met wat daar op de grond ligt, kunnen we een nieuwe Serena boetseren. Dus op zich was het heel effectief, maar dit is natuurlijk wel echt heel erg. Zo, dan wil ik jou namens mij en Serena heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je wat hebt gehad aan mijn tips. En ja, ik wens je heel veel succes dit verhaarseizoen. Zet hem op, het komt goed, echt waar. Straks is het weer lente en dan... het komt goed, echt waar hè. Ja, komt goed hè. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!